Op deze voor DVS 33 Ermelo bijzonder trieste dag gaat de wedstrijd op verzoek van Joop Bakker met name toch door. DVS 33 tegen GVVV. Voorwaar een wedstrijd om je vingers bij af te likken. Eigenlijk al van tevoren, Roeland. Ja, dat is wel denk ik een wedstrijd waar wij... in ieder geval het verschil wat kleiner kunnen maken. Maar waarbij we ook weer kunnen laten zien ten opzichte van de vorige wedstrijd. Hè, waarin wij eigenlijk vinden ook met elkaar dat we een aantal dingen niet goed hebben gedaan. Dus hè, we willen ook graag eigenlijk weer het tegendeel bewijzen. Hoe succesvol we ook wel dit seizoen zijn geweest. Om vandaag eigenlijk weer die kans aan te grijpen. Ja, en daar is GVVV natuurlijk wel een ploeg voor die daar ongetwijfeld zijn medewerking al zal verlenen. Maar ik denk aan de andere kant ook dat GVVV toch wel in de loop van de competitie gegroeid is ten opzichte van die eerste wedstrijd die we tegen ze speelden, de 3-3 in Veenendaal. Ja, dat denk ik ook. Kijk, hun zijn gewoon bezig met een hele goede serie. En voor ons is het gewoon van belang dat wij gewoon onze eigen dingen die wij gewoon goed kunnen, dat we die weer goed blijven doen. Dus dat we iedere keer daar weer op terugvallen. En dat hebben we vorige week hebben we dat gewoon minder gedaan. En was de uitvoering gewoon minder in vele opzichten. Maar vandaag heb je gewoon de kans om dat weer recht te zetten. En, ja, het is inderdaad gewoon een hele goede tegenstander. Maar ja, je moet ook gewoon heel realistisch zijn om het maar zo simpel mogelijk te houden. Van, wil je wel zevende worden, ja, dan moet je hier gewoon van winnen. Punt. Maar goed, ik ben zelf daar niet zo mee bezig wel of geen zevende. Ik vind op dit moment, heb je vorige week een mindere wedstrijd gespeeld. En dan moet je vandaag eerst gewoon weer zorgen dat je weer een goede wedstrijd speelt. De spelers zullen weer een echt team moeten gaan volgen, denk ik, Roeland. Ja, als team moeten gaan spelen, bedoel ik. Ja, nee, maar dat zeg ik. Kijk, wij zijn in onze kracht als wij zeg maar de gemaakte afspraken met hoe we gaan voetballen, hoe we alles gaan doen. Zijn we in onze kracht als we elkaar daarin helpen. En dat iedereen daar een hele grote bijdrage in levert. Dus iedereen maximaal uit zichzelf haalt. Maar daardoor haal je ook het maximaal uit je team. En dat zullen we vandaag weer moeten doen. Want het is gewoon een hele goede tegenstander. Het is inderdaad een hele goede tegenstander. En we wensen je namens DVS TV ontzettend veel succes mee. Roland, oké. Okay. Goedemiddag. Beste mensen, namens bestuur van DVS 33 Ermelo deel ik u mede dat Heden Morgen in de leeftijd van 70 jaar is overleden onze club-icoon Joop Bakker. Het was de wens van Joop dat het voetballen doorgaat, zo ook hedenmiddag. Twee weken geleden was Joop nog bij de thuiswedstrijd. En nu is hij thuis gehaald. Joop was onze oud-eerste elftalspeler, drie keer de periode voorzitter van de vereniging, erelid en erevoorzitter en tot op de dag van vandaag voorzitter van de businessclub. In gedachten zijn we bij zijn vrouw Greet, kinderen en kleinkinderen, en broer Hibo en verdere familie. In de komende week zal de condoleanceavond plaatsvinden donderdagavond om 7 uur in de Varenhof en de begrafenis is aanstaande vrijdag vanuit de aula van de Varenhof aan de Varenlaan. Volgt u de komende dagen de website. Joop zei nog: wees niet bang, de vereniging gaat altijd door. Ter nagedachtenis van Joop willen we nu 1 minuut stilte in acht nemen en wij verzoeken u indien mogelijk daarbij te gaan staan. En de bal rolt in deze thuiswedstrijd voor DVS 33 tegen GVVV. Onder leiding van scheidsrechter Bekebrede. DVS 33 balbezit.
Maar GVVV neemt het over. En DVS kan overnemen. Robert de Vries creëert de ruimte voor zichzelf. Door mee Ali Akla. Ali Akla draait weg. Gaat daar op avontuur. Gaat over de knie daar bij Adnane. Het wordt een vrije trap op een mooie plek voor DVS 33. Daar hebben ze een aantal specialisten voor. Kijken wie achter de bal gaat plaatsnemen. Dan komt die vrije trap. Kai over de bal heen. Mike Arends. Nee, deze bal verdwijnt over de goal van keeper Jansen. Adnane gooit haar. Joran van Zanten. Ali Akla daarin. Tussen twee man in. Vrije trap DVS. Hij wil hem snel nemen. Maar dat doet Adnane zit daartussen. Die moet zich melden bij de scheidsrechter. Mike Arends achter de bal voor deze vrije trap. Komt die bal. Gaat de 16 meter in. Oeh. Edmund Meijner. Schiet die bal net naast. Meijner. Velda. Pinacci. Bijna Christian van der Kamp. Maar toch niet helemaal. Roald de Vries. Hele goede interceptie. Roald de Vries. Ali Akla. Maar wordt daar behoorlijk onderuit gehaald. Ik dacht heel even dat hij ook nog een keer de rode kaart tevoorschijn haalde. Maar het is de gele kaart. Daar wordt Ali Akla toch echt heel onheus bejegend, mag ik wel zeggen. Ik dacht dat het Wilco den Hartog was. En Basile Camara die is niet zo pleased met deze actie. Weer een mogelijkheid voor DVS via een vrije trap. Kai Velda staat daar. Roald de Vries staat er ook. Mike Arends even niet. Dit is meer een positie voor Kai Velda, denk ik. Hij heeft een prachtige trap. Maar meer vanuit spelsituaties en wat minder vanuit een vrije trap. Ook Roald de Vries kan dat. Kai Velda komt dat schot. Wordt daar aangeraakt door een van de DVS-aanvallers. Komt hij toch nog? Oh, bijna in eigen doel gekopt. Mooie beweging, lichaamschijnbeweging. Van Martin van Eck in dit geval. Die zich zo nu en dan toch al heel duidelijk laat gelden. Mike Arends, DVS weer. Ali Akla, mooie bewegingen. 1, 2, 3 tegenstanders. Maar de vierde is een beetje te veel. En wederom een overtreding. Ook nu weer een gele kaart voor Adnane. Ali Akla is in zijn eentje verantwoordelijk voor dat GVVV nu al in een vroegtijdig stadium geconfronteerd is met twee gele kaarten. En DVS kan overnemen. De man die te laat was, was Martin van Eck. Yasin Koet aan de rechterkant. Geeft die bal voor. Daar. Ali Akla! Hoho! Johan Jansen, die daar natuurlijk niet voor niets staat. En die keeper die mag zo'n bal natuurlijk gewoon tegenhouden. Maar prima schot, Ali Akla. Basile Camara, Harry Pinassi, Joran van Zanten, Kai Velda, mooie bal op Yasin Koert, die draait mooi mee. Mike Arends combineert daar met, Kai Velda en Mike Arends, keurige combinatie daar en het schot dat wordt gepareerd door keeper Jansen. Mooie aanval van DVS. Kai Velda met de corner. Komt die bal bij de eerste paal en die wordt ingekopt door Ali Akla. Bij de eerste paal uit de corner van Kai Velda komt DVS op een verdiende 1-0 voorsprong. Na 33 minuten voetballen is het Ali Akla bij de eerste paal de corner van Kai Velda inkopt. 1-0 voorsprong, fantastische corner ingekopt door Ali Akla. Tess Gerrit. Mag ver komen. Geeft de bal aan Pilon. Pilon geeft de bal terug aan Terschegget. En die schiet die bal gelukkig voor DVS een meter of drie over. Adnane opnieuw. Laurens van der Voort. Terschegget. Schegget. Pilon. Van Eck. Schiet Terschegget tegen Harry Pinasje op. Roald de Vries. Mike Arends. Goeie bal op Roald de Vries. Is helemaal los. Ali Akla komt eraan. Geeft de bal. Oh, wat een goede redding van die keeper zeg.
100% kans voor Ali Akla. Maar de keeper strekt zich naar de hoek en pakt deze bal heel goed. Mike Arends. Hari Pinassi. Ali Akla. Nee, dat is, krijgt de bal van Ali Akla. Hari Pinassi. Hari Pinassi met links. Goeie bal, goed schot. Goed gepakt door de keeper. Een vrije trap van Mike Arends. Komt die bal achterin. Daar is Edmund Meijner. Wat een kans zeg. Goeie vrije trap op de inlopende Edmund Meijner. Maar daar zit keeper Jans weer tussen. Mike Arends. Yasin Koert, Mike Arends. Mike Arends. Ali Akla. Bal gespeeld. Vindt de scheidsrechter. Hari Pinassi. In duel hier met de Leeuw. Joran Verzanten. De Leeuw gaat ook aan Joran Verzanten vandaan. Er komt Pilon in scoringspositie. Geeft de bal daar aan de nummer 18. Heesakkers die erin is gekomen. En zo komt GVVV in de 33e minuut op 1-1. Het was goed doorgaan van de Leeuw. Die zag Patrick Heesakkers vrijstaan. En de ingevallen spits zorgt voor de 1-1 hier. Kai Velda op Roald de Vries. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Gaat daar zijn man voorbij. En die wordt neergelegd daar door Den Hartog. Vrije trap DVS. Gele kaart voor Ali Akla. Het wordt iets grimmiger even daar in het strafschopgebied daar. Kai Velder heeft de bal klaargelegd. Komt die vrije trap. Schiet hem in de handen. Keeper laat hem los. Basil Camara staat bij de tweede paal en scoort de 2-1. DVS komt op een 2-1 voorsprong. Uit de vrije trap van Kai Velder. Keeper laat de bal los. En Basil Camara kan bij de tweede paal de 2-1. Fantastisch. Binnen tikken. 2-1 tegen VVV. Joran Verzanten. Ali Akla. Ali Akla met Andane. Mike Arends in duel daar. De bal blijft binnen. Hari Pinassi. Mike Arends. Adnane. Roald de Vries. Ziet daar Ali Akla. Is hij daar sneller bij dan de keeper? De keeper trapt volledig mis. Bal gaat over de achterlijn. Ali Akla neemt de corner snel op Mike Arends. Mike Arends geeft de bal terug aan Ali Akla. Gaat daar liggen. En de scheidsrechter geeft een penalty. De duw wordt bestraft door de verdediger. En zo gaat Adnane eraf. Die ontvangt zijn tweede gele kaart. Dus rood. Wat rest is de penalty. Maurice de Ruiter heeft de bal al gepakt. Protesten van de kant van GVVV. Maurice de Ruiter. Hij heeft de bal klaargelegd. Komt zijn aanloop. Maurice de Ruiter. Keurig ingeschoten. Zo zet hij vlak voor tijd DVS 33 op een 3-1 voorsprong tegen GVVV. Zo zit deze wedstrijd nu op slot.
DVS heeft een pracht van een wedstrijd achter de rug. Laat hele mooie dingen zien. Ali Akla, Maurice de Ruiter nu ook. Kijk, prachtig. Probeert toch nog in balbezit te komen. Maar nu een uitval. En daar komt die razendsnelle Olivier Pilon er weer aan. En ja, daar staat een grote kerel. Edmund Mijnheer. Hier zal John de Wolf enorm van genieten. Want dit was de manier waarop John de Wolf zijn tegenstander ook eventjes opzij zette. En Edmund Mijnheer doet nu precies hetzelfde. Wat zal John daar enorm van smullen? Daar kan de bal worden doorgekopt door die slimme spits Patrick Heesakkers, de doelpuntenmaker. Ja, nou, en nou gaat David van de Groep er nog een keer vandoor. En dat is dan... En wat gaat Ali Akla doen? Die gaat hier de 4-1 aantekenen. En zo wordt het natuurlijk een heerlijke stand. Ja, in eerste instantie Jansen nog prima kunnen redden. Maar Ali Akla hier toch wel weer de man of the match. Die hier de nummer 4 aantekent. 4-1 overwinning. Volkomen terechte 4-1 overwinning voor DVS 33. Wat zal iedereen hier daar ongelooflijk veel plezier aan beleven. DVS 33, wat bewezen heeft in deze wedstrijd toch een geheide topklasse te zijn. En nu ook nog eens een keer 3 punten dichterbij. GVVV komt. En ja, misschien die 7e positie ook nog weer eens een keer ergens in hun hersenpan gaan door laten werken. Ja, een hele leuke middag hier op het sportpark van DVS 33. Na afloop van deze opwindende potvoetbal, Ali Akla. Ali, dit was me wel weer een heerlijke wedstrijd, hè? Ja, het was een heerlijke wedstrijd. Af en toe goed voetbal en ook voornamelijk vechtwedstrijd, vooral tweede helft. Ja, vooral in de tweede helft. Hè. Je had, geloof ik, na een kwartier had je al 6 vette overtredingen tegen je. Ja, een kwartier ja, op zich. Ja, ik liep ook wel te vaak met de bal. En natuurlijk, dan zorg je ervoor dat je de overtreding krijgt. Maar precies, ja, er waren zat overtredingen op mij, laat ik zo zeggen. Hey, Rusland 1-0, volkomen terecht. DVS de toch wat betere ploeg, wat meer in de aanval, denk ik, of niet? Ik denk dat wij qua balbezit wat beter stonden dan zij. Af en toe kregen we ook wat mogelijkheden. Een grote kans van Mike, 1-op-1, die ging niet in, maar heel mooi uitgevoetbald was die kans. En zij kregen in de counter kregen ze ook wat mogelijkheden. Toen konden wij uit de corner konden wij een doelpunt maken. Ja, en die kwam toevallig op je achterhoofd of geprent? Ja, we stonden met een stuk of 3-4 bij de keeper. En Kai gaf hem heel mooi in dat groepje, zeg maar. En ik kon hem nog net aanraken met mijn hoofd terecht. Dus ging erin. En in de tweede helft, zeker na die 1-1 van GVVV. Waarbij iedereen dacht van, oeh, nou gaat het tempo omhoog. En nou gaan ze hun klasse laten zien. Lieten jullie zien op gepaste wijze van de ruimtes gebruik te maken? Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, in het begin van de tweede helft, als ik die kans gelijk had gemaakt, dan konden we die wedstrijd uitvoetballen. Dat was natuurlijk een hele grote kans. En toen scoorden zij die 1-1 en toen gingen we toch automatisch wat inzakken. En dan geef je hun ook de mogelijkheid om te voetballen. En gelukkig hebben zij geen tweede gemaakt en wij met die penalty wel. Ja, het was de tweede doelpunt was natuurlijk die vrije trap van Kai Velda, waaruit Basiel zijn doelpuntje weer meepikte. Dat is toch wel weer heel leuk voor zo'n jong. Ja, zeker. Volgens mij derde doelpunt uit de corner of zo. Of uit de standaard situatie van hem. Ja. En dan die slimme, snelle corner van jullie, Mike en jij. Ja, ik zette nog druk op de keeper. Die raakte de bal helemaal verkeerd. Dus ging die bal uit en nam ik snel de corner op Mike. Mike gaf hem weer terug. Sneed ik naar binnen en toen voelde ik van achteren in duwtje en penalty. Ja, terwijl je normaal altijd zo sterk bent dat je op je benen blijft staan, dacht je toen van... ik verlies mijn evenwicht. Ja, nee, ik denk... normaal gesproken dan bij zoiets dan ga je gewoon liggen natuurlijk. Want het is gewoon overtreding en je wil je team helpen. Dus, En dan die koddige 4-1. David zette nog goed druk op de keeper. En toen kwam hij aan mij dacht ik, ik ga er vandoor. We hebben wel weer genoten van je, Ali. Je bent wat mij betreft man of the match. Misschien ook wel samen met Roald de Vries die op links weer een ouderwetse partij speelde, moet ik zeggen. Ja, absoluut. Roald op links bleef maar gaan en die ballen waren elke keer op maat. En daardoor kregen wij ook meer rust om te voetballen, ook voorin. Dus dat hielp wel echt. Je hebt nu weer je vierde gele kaart te pakken?
Ja, helaas wel. Ik protesteerde. Is wat terecht, vind ik. Maar de manier waarop kan wat anders. Maar ja, als team constant niet blijft geven, ja, dan benaalde je ons team. En dan vind ik dat er iemand moet protesteren. Maar dat had ik even op andere manier moeten doen, helaas. Ja, tot slot was gewoon een hele teamprestatie eigenlijk. Want we bleven maar strijden, ook toen we doelpen tegenkregen. Ja, dat is de prijs aan onszelf. Heel erg goed. Ja. Ik heb soms het idee dat je een stapje meer zet in verband met Joop Bakker. Ja, absoluut. Dat weet je. Van tevoren krijg je dat ook te horen. En iedereen schrikt ervan. Broek en je keel natuurlijk. Heel groot iconen in deze club. En dan hoop je dat je deze wedstrijd winnend kan afsluiten. Ook voor hem. Want wat Aart ook zei, dat had hij ook gewild. Van, als hij zijn ogen sluit, laten we doorvoetballen. En dat hebben we gedaan. Een overwinning voor hem. Fantastisch, Ali. Bedankt. Voor DVS TV de analyse van deze opwindende, denk ik voor voor het thuispubliek, opwindende pot tussen DVS 33 en GVVV. Voor jou niet zo opwindend, denk ik, John. John de Wolf was de naam, dacht ik, hè? De trainer van GVVV. Ja, hè? Maar je moest even nadenken. Nou ja, naar je vraag. Je vraagt me iets. Dus ik ga eerst even nadenken voordat ik probeer een goed antwoord te geven. Dat is hartstikke goed, John. Nee, ja, opwindend. Kijk, het is voor ons een teleurstellende wedstrijd geweest. En ik moet zeggen, de eerste helft waren we niet scherp. In de omschakeling waren we zwak. Veel foute passes. En dan weet je dat je DVS met een aantal lepe jongens voorin in de omschakeling. Dan weet je dat je in de problemen kan komen. En geluk de eerste helft dat wij een goede keeper hadden vandaag. Dat was ook onze enige speler die goed was vandaag. En dan ga je de rust in en dan probeer je nog wat met elkaar in ieder geval te bespreken. En nog een plan de campagne te maken. En vooral te zeggen dat we de man meer die we op het middenveld zouden hebben. Daar moet je gebruik van gaan maken. En niet via de vleugels. Wij moesten via het centrum gaan spelen. Want daar lag onze kans in een man meer situatie eventueel. Als we het goed zouden doen. En dan blijf je nog in leven. En dan maak je 7 minuten voor tijd. Maak je de gelijkmaker. Hè? Terecht of onterecht. Maar dat maakt op dat moment niet uit voor ons. En dan moet je een punt koesteren. Hè? Als je weet dat je niet heel de 87 minuten niet echt goed in de wedstrijd zit. Dan moet je de deur op slot gooien. En dan moet je meedogenloos zijn met elkaar. En dan kan het niet zo zijn dat wij een minuut later de 2-1 om onze oren krijgen. Daarna een 3-1. Ja, dan kan ik gaan discussiëren over wel of niet. Ik zit 70 meter vandaan. Hij geeft hem. Tweede gele kaart. Nou ja, dan is rood. Dan is een wedstrijd gespeeld als die bal erin gaat. Nou, die bal die ging erin. En dan is het klaar. En dan hebben we over de gehele wedstrijd gewoon terecht verloren. En dan staat hier de winnende coach, Roeland ten Berge. Dat is een tijdje geleden. Roeland, allereerst van harte gefeliciteerd. Je hebt je ploeg na de deceptie tegen IJsselmeer volgens weer knap scherp gekregen, moet ik zeggen. Ja, deceptie. Ja. In ieder geval vonden wij dat in ieder geval die beleving en die instelling die wij verwachten. En ook de manier van spelen, wat we goed kunnen. Het spel wat we graag willen spelen, hebben we eigenlijk niet tegen IJsselmeer volgens kunnen laten zien. Dat was teleurstellend. Dat was voor vandaag was gewoon van groot belang dat we in ieder geval weer zoveel mogelijk de dingen gingen doen die we gewoon goed kunnen. En dat begint vooral aan de bal bij ons. Ik denk dat we verdedigend een goed plan hadden om hun goed te bespelen. Dat pakte goed uit. Iedereen was gedisciplineerd daarin. En aan de bal denk ik dat we eindelijk weer de lef hadden om het vertrouwde spel te spelen. En daarin heb ik veel goede dingen gezien. Een aantal kansen in de eerste helft die we creëren. En ik denk terecht met 1-0 voor. De tweede helft begin je eigenlijk al goed. En krijg je denk ik die 100% kans met Ali op die fantastische bal van Roald. Kan Ali hem zo binnen schieten en schiet hij hem tegen de keeper aan. Ja, dat is heel vervelend op dat moment. Want dan moet je weer zo vechten om eigenlijk die wedstrijd zo naar je toe te trekken. En dan krijg je tot overmaat van ramp ook nog de 1-1 om je oren. Ja, en dan alleen maar diep respect hoe we dan toch nog weer door zijn blijven gaan. Hè? Dat Basiel de 2-1 maakt. De penalty die je maakt en uiteindelijk win je die wedstrijd met 4-1. Ik denk vooral gezien het spel wat ik gezien heb, de frisheid weer waarmee de ploeg gespeeld heeft. En vooral de instelling ook, denk ik dat we er gewoon een hele mooie dag hebben gemaakt voor DVS. Ja. Fantastisch. En het had nog veel erger kunnen zijn, want je terecht zei je dat
je doelman de beste man was. Wat hij er zo nu en dan aan reacties had, dat was toch om van te genieten, John. En daar staat hij ook voor, hè? Ja. Ja, keeper moet ballen tegenhouden. Ja. Dus ja, en als een keeper goed is, houdt hij ballen tegen. Ja, dus dat natuurlijk. En weet je, het is voor ons gewoon een hele teleurstellende wedstrijd geweest. En nogmaals, dat kan een keer gebeuren. Het enige wat mij meer irriteert is dat we nu vier schorsingen hebben. Ik kan het opvangen, hè, want we hebben 20 fitte spelers. Alleen de manier, hè, heb ik ook net tegen die gasten gezegd, dat je je dan zo laat gaan tegen een scheidsrechter. Daar moet je wat slimmer in zijn. En ook de spelers. Hè, ik zei net tegen Ali Akla, kwam ik net naar hem toe. Ja, weet je, als ik tegen hem zou spelen, dan zou ik hem één keer goed aanpakken. Weet je, en niet 20 keer half. Weet je, en dat werd er gebeurd. En ja, weet je, maar weet je, dat is allemaal achteraf praten. Alleen, ja, we moeten hiervan leren. En nogmaals, we moeten nou ook niet ondersteboven raken. Want we hebben het van een ploeg verloren. Ja, die vandaag beter was dan ons. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. Maar we staan er nog steeds boven. En over 2 weken spelen we tegen Capelle thuis. Nou, dat is een mooie uitdaging. Hè, om die ploeg weer zometeen na die wedstrijd op 5 punten te zetten. En dan kan je weer na de wedstrijd gaan kijken wat de andere ploegen zijn. En dat zal elke week hetzelfde liedje blijven, denk ik. Want ja, nogmaals, iedereen kan in deze klasse van elkaar winnen. Alleen je moet vooral naar jezelf blijven kijken. En dan is het wel zonde dat je 1, de wedstrijd verliest, terecht. Maar 2, dat je dan ook een aantal onnodige gele kaarten oploopt. Waardoor je een aantal schorsingen hebt. En dat irriteert me als trainer. Ja.